horen tussen 4 en 7 op de radio. Je kan mij ook af en toe eens online tegenkomen op televisie. Wie weet binnenkort nog eens, dat zullen we zien. Ik heb vragen gekregen van jullie. Ik zal met een gemakkelijke beginnen. Zet je een andere stem op als je op de radio bent? Ik ga ervan uit van niet. Ik kan ook niks anders dan dit, tamelijk diepe bassen maken. Dus ja, mijn stem op de radio is dezelfde als mijn stem aan de keukentafel en in bed en alles daartussen. Matthias Andriessen vraagt, heb je last van irritante groepjes? Ja, van jou! Ik heb gelukkig heel wat trouwe luisteraars en mensen die zich fan van mij noemen, waar ik heel erg trots op ben. Maar ik ben ook heel eerlijk en open op de radio. Ik heb altijd al gezegd van, je mag mij echt alles vragen, want ik vraag ook alles aan mensen die ik interview. En ik vind het ook niet erg om op vragen te antwoorden. Dus irritante groepjes, nee, omdat ik geen geheimen heb. Ga je nog een boek schrijven? Ik heb ooit in een ver en duister verleden een horrorboek geschreven. Maar komt er nog een boek? Wel, ja, er komt nog een boek. Mijn man en ik gaan een kindje adopteren. Ik ben daar een paar notities over aan het bijhouden. En wie weet wordt dat wel iets. En ondertussen ben ik ook bezig aan een nieuw fictieboek. Er komt zeker nog een tweede boek. Dus minstens één, misschien zelfs twee. Daniel vraagt, wie vond je het leukst om te interviewen? De Jonas Brothers, een van mijn eerste grote internationale artiesten die ik mocht gaan interviewen. Dat bleken heel toffe gasten te zijn. Heel fijne herinneringen aan, vooral die jaloerse blikken toen ik dan door de deur binnen mocht en iedereen moest buiten wachten. En het bleek dan ook nog eens een tof interview te zijn, dus leuk. En Daniel wil ook weten, is M&M DJ zijn leuk? Want het lijkt mij echt leuk. Dat is zo ongeveer de allerleukste job van de hele wereld. Ik mag zot doen op de radio, want dat is eigenlijk het enige wat ik echt goed kan. Dat meen ik echt trouwens, dat is niet om te lachen. Er zijn maar weinig dingen die ik kan en een beetje leuteren in de microfoon is daar één van en ik doe dat ook heel erg graag. Maar het is ook heel hard werken. Op de meeste dagen waarop jullie leuke dingen aan het doen zijn, komt er ook nog iets uit de radio. Dus ook op feestdagen en op zondagen en heel vroeg ochtends en heel laat 's avonds zijn wij voor jullie aan het werken. Maar het blijft een fantastische droomjob, echt waar. Haley heeft een goede vraag. Zijn er liedjes die je niet graag hoort, die je toch moet afspelen? En zo ja, welk liedje dan? Natuurlijk zijn er af en toe ook wel eens liedjes die ik gewoon niet goed vind, omdat het mijn persoonlijke smaak is. Who Run the World, Girls, dat liedje van Beyoncé, ik kan het echt, ik weet het, ik ga mij niet populair maken, maar ik kan dat echt niet horen. Als dat in mijn playlist staat, dan durf ik al wel eens te zeggen van, oh, oeps, per ongeluk op delete geklikt. Als je één ding in je hele leven opnieuw zou kunnen doen, wat zou dat dan zijn? Ik zou graag meer liefjes gehad hebben voor ik trouwde. Maar ik zou tegelijkertijd ook mijn trouwfeest graag nog eens overdoen. Niet omdat het stom was, maar omdat het net zo leuk was. Een fantastische dag in 2010, midden van de zomer. De dag ervoor regende het, de dag erna strontregen. De dag zelf was schitterend zomerweer. En lekker eten, lekker drinken, perfecte dag. Mooie muziek, gedanst tot een kop in de ochtend. Dat zou ik heel graag nog eens overdoen. Met plezier. Nelig, hè? Maar zo ben ik. Voilà, dat was de laatste vraag. Als jullie er nog hebben, ik ben elke dag te vinden.